En de start is gevallen. Zo snel kan het gaan. Aan de binnenkant mispassen van Dindy en Prince, maar die loopt gelijk weer. Aan de buitenkant daarnaast speelt hij Charisma. Daarachter in de tweede band gaat naar plaats 3, Axel Cartouche. Vierde plaats daarachter is voor Discovery Swiss. En Cioletta D, de favoriet, is redelijk begonnen. Ligt gewoon in de start van het veld. Eén deelnemer ligt ietsje los van het veld. En dat is Jong Mr. Mo. Paarden gaan de rechte lijn overzijde in. En aan de overzijde een aanval op de lijn in de positie. En de leiding wordt overgenomen door Axel Cartouche. Axel Cartouche leidt voor Dindy en Prince. Daarachter valt Beauty Charisma nog iets verder terug. Die moet heel rustig in de loop komen, Beauty Charisma. En die gaat zo rustig in de loop komen dat hij inmiddels vijfde ligt en nu zesde. Straks moet hij die allemaal weer inhalen. Maar de leiding is in handen van Axel Cartouche. Zo gaan de paarden de bocht door. Galopade in de bocht aan de buitenkant van de vijf, Andrea Starlik. Paarden ronden de bocht, komen de rechte lijn voor de tribune in. En we hebben nog vier ronden te gaan straks. Vier volledige ronden. En we wachten even op het comité. Leiding in handen van Axel Cartouche. Aan de buitenzijde komt een aanval van de nummer 8, Eik Heikant. Eik Heikant gaat in de aanval. Daarachter op plaats 3, Dindy en Prince. Vierde plaats daarachter is aan de relingzijde. Dan voor de nummer 10. Dat is Sunsea of Careless. En daarachter ligt de favoriet Cioletta D. Op plaats 5. Zesde plaats daarachter voor Touperine en Elko Korrel. En als ze straks een finish passeren, hebben we nog drie volledige ronden te gaan. Uitgeschakeld nummer 5, galop nummer 5. Tweede galopaarde van de 5, Andrea Starlik. En dat levert een uitzakeling op. En we hebben nog 3 ronden te gaan. Leiding in handen van Axel Cartouche. Daarachter op plaats 2 volgt Eik Heikant. Derde plaats is nu voor Sunsea of Kales. Vierde Dindian Prince. Vijfde Cioletta D. Zesde Jong Mr. Mo. Zevende Touperine. En achtste Discovery Swiss. En de rest ligt op achterstand. 8 paarden bij elkaar. En zo gaan ze de rechte lijn overzijde in. Maasland Vleeswarenprijs. En nog altijd makkelijk en sterk gehouden aan kop Axel Cartouche. Dus gaat hij aan de buitenzijde naar voren. Galopade aan de binnenzijde van het paard dat daar aan de reling lag. Dat was Sunsea of Careless. En die valt helemaal terug naar de laatste plaats. Zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune. We hebben nog 2 volledige ronden te gaan. Axel Cartouche. Hij kan schuin daarnaast. Cioletta D. al in de wachtkamer. In de wachtkamer. Daar ligt Bas Krebas. En de wachtkamer is een mooie plek om te liggen. Daarachter Jong Mr. Mo. Aan de buitenzijde komt Sunsea of Careless weer terug. En zo gaan de paarden de bocht in. Touperine ook vlak daarbij. En zo zijn ze in de rechte lijn overzijde. Axel Cartouche, daarachter op plaats 2, Eik Heikant. Daarachter Cioletta D. Dan Sunsea of Careless aan de reling. Buitenzijde Jong Mr. Mo. Daartussenin volgt Discovery Swiss. En die paarden liggen dicht bij elkaar. Die kunnen eigenlijk allemaal nog winnen. En zo gaan ze de rechte lijn voor de tribune in. Als ze de finish passeren, nog 1 volledige ronde. En Cioletta D, wat ligt die er mooi in met Bas Krebas. Paard dat hij helemaal klaargemaakt heeft voor de grasbanen. De eerste keer won hij gelijk. Nu ligt hij derde. En we moeten nog 1 ronde. En daar komt aan de buitenzijde de aanval van Eik Heikant. Paarden gaan de rechterbocht in. Eik Heikant aan de buitenkant. Halve lengte voorsprong. Maar die bocht, dat haalt je niet echt naar voren. En dus komt Axel Cartouche weer terug aan de binnenzijde. Axel Cartouche, Eik Heikant, daarachter Cioletta D. Die Krebas krijgt een parcours op maat. We gaan het hem straks vragen. En dan zal hij zeggen, ik heb genoten achter die twee paarden. Want dan gaat hij door het derde spoor. Hij gaat naar voren. En dus is het Cioletta D die de leiding gaat overnemen. En zo gaan ze de laatste bocht in. Eik Heikant vangt hem op. Cioletta D, Eik Heikant. En ze zijn halverwege de laatste bocht. Cioletta D, Eik Heikant, komen de laatste rechte lijn in. Neus aan neus. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Aan de binnenzijde Eik Heikant. Buitenzijde Cioletta D. Cioletta D aan de buitenzijde. Eik Heikant op weg naar de streep. Daar gaan ze. En het is Cioletta D. Go baby, go, go, go. Hij wint. Cioletta D, Eik Heikant. Discovery Swiss voor derde. De winnaar is officieel, dames en heren. De rest van de uitslag nog niet. Laten we alvast een stapje verder gaan. De winnaar is officieel. En dat is geworden Cioletta D met Bas Krebas. Ze winnen over 3100 meter in 1.25.1. Het was een prachtige tijd, dames en heren. De Maasland Vleeswarenprijs. Daar komt hij aan. Meneer en mevrouw Groot staan hier al. En zij applaudisseren voor hun winnaar. Dames en heren, geef een applaus. Bas Krebas.